Oh, holy shit. Een bouwboot. Een speedboot die ik al 4 jaar lang in het bouwen ben. Vanuit helemaal niks. Dit waren de eerste stukjes hout. Blijft bizar, hè? En de vorige keer hebben we voor het eerst fatsoenlijk gas kunnen geven. En het was een spektakel. Het is nu gewoon een echte speedboot. Met bijna 60 km per uur knalt hij door de bochten. Een insane gevoel was dat. De motor hangt ook eindelijk goed en loopt als een tiet. Ja, dat is ook wel eens anders geweest. Wat een beest blijft het toch. Insane. En dit was de grote oplossing, hè. Stukken staal ertussen gebouwd. We zijn alleen wel achter het benzineverbruik van het ding gekomen. Het wordt een prijzig vaarseizoen komend jaar. Nu we weten dat de boot als een raket vaart, kunnen we eindelijk verder met de bouw en de boel gaan afwerken. Hier heb ik me de hele tijd op vreugd. En dan kan mijn normale speedboot toch echt de verkoop in van de winter. En gaat de bouwboot volgend vaarseizoen mijn vaste boot worden. Ja, dat wordt een feest. Ja, dat wordt bizar. De blikken die we gaan werpen op het water, denk ik. Maar zover zijn we nog niet. Er moet nog behoorlijk wat gebeuren. De afwerking op sommige plekken is gewoon niet aanwezig. Ik bedoel, supermooi en zo, dat stuur je, maar wat is dit allemaal? En waar is het dashboardtees, snelheidsklokjes, benzinemeter, toerenteller? Daar heb ik al wat mooie dingen voor besteld. Jullie gaan zien. Hier moet ook nog het een en ander afgewerkt. Die ramen moeten sowieso nog geschilderd worden. Hierachter op de boot, dit moet allemaal nog aangepakt worden, want het begint gewoon weg te rotten. Op zich missen we ook nog wel een mooie vloer. Maar daar heb ik al wel wat moois voor. Oh. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Nog genoeg te doen! Ik kon het echt geen seconde langer meer aanzien. Die vermufte stukken hout. Het was ooit mooi, maar die tijd is lang vergaan. Ik haal dus allemaal maar gewoon stuk voor stuk eruit. Met een beetje liefde. Zodat we een schone lei hebben om mee te werken. En ik heb kerstverse platen ingekocht. Het zou op zich wel nice zijn als die houtprijs weer een keertje gaat dalen. Het ding blijft maar stijgen, heb ik een idee. Maar nu hebben we dadelijk in ieder geval weer fatsoenlijk hout achter op die inboord. Nee! Ik heb verkeerd gezaagd. Ik moest deze lijn hebben. Dus die is nu niet bruikbaar. En dan heb ik ook niet meer genoeg van deze dikke plaat. Deze dikke platen zijn echt goud waard. Dus moet ik er... Ja, je moet terug naar de bouwmarkt, Ties. Dat grapje kost hier bijna 45 euro. Zo, dat waren ze. Allemaal kerstverse stukken hout voor achter op die boot. Dit is lekker zeg. Monteer die handel. Met een beetje Formule 1 erbij. Want dat is zeker goed. Oh, het lijkt er alweer een stuk meer op. Lekker zeg. Nu alleen nog even hetzelfde feestje aan de andere kant. We got some fresh wood in de bouwboot. Ja, Peter. Ik bedoel, als je het vergelijkt met het oude hout. Oh jeetje. Het ziet er gewoon weer fris uit. En nu kan je dus straks hier zo mooi zitten. Jazeker. Lekker uitwaaien met 60 km per uur. En vanaf hier kan je ook mooi het water induiken. Maar daarvoor missen we natuurlijk wel nog een zwemtrap. Maar die is wellicht al onderweg. Oeh. Maar het belangrijkste is dat dit fungeert als de instap van de boot. En natuurlijk ook de uitstap. Kijk, je hebt een mooi trappetje op deze manier. En dan kan je hier zo mooi de kant op. Ideaal. Maar als ik dit niet heel gauw in een mooi kleurtje schilder, dan gaat het er gewoon weer zo uitzien. Dat willen we niet meer. Maar voordat ik dat kan doen, moeten de schroefgaten nog geplamuurd worden. En ik wil de randen heel mooi gaan afwerken met een frees. Houtfrees. Ja, nog nooit met zo'n ding gewerkt, dus dat wordt wat.
Bij zo'n phrase horen phrase bitches, waar je het hout op allerlei manieren mee kan frezen. Oh yes, strak. Dit is wel top hoor. Oké, dan gaan we nu voor dit bitje. Kijk, dan kan je het zo met zo'n mooie ronding afwerken. Oh, komt-ie. Oh yes. Kijk dit dan. Smooth. Dit is top. Ik werkte alle randjes prachtig af. Zo mooi. En ik voelde me een echte timmerman met dit ding. En toen knalde ik maar in één keer door met het houtklamuurtje. Dat was wel even een uurtje werk. Oh, tube bijna leeg gesmeerd. Maar ik heb ook echt alles dicht gesmeerd. Kijk hier ook de kiertjes overal. Alle schroefgaten. Dus dit wordt straks gewoon één geheel van een blok. Ik wil ook nog even hier zo de randen dichtkitten, zodat er geen vocht tussen kan glippen. En hier zo missen we nog wat afwerkhoutjes, zodat ook dit dicht is. Oh. En dan hebben we straks een dikke transformatie hier zo in de steven van het schip. Even goed wat kit ertussen. Nu alleen nog even de naden zo dichtkitten. En dan zijn we er. Met het natte vingertje. Hopsakee. Oh, dit is toch lekker. Dit wordt zo mooi. En dan zijn we zo goed als klaar voor het schilderen. Besef wat het was. Wow. Hey joh. Ja, binnenkort zitten we hier weer. Vol gas. Oh. Die heeft ook even wat werk nodig. Maar dan gaan we een race doen tussen de bouwboot en mijn normale speedboot. Dat wordt een spektakel. Nu we gezien hebben hoe snel dit ding kan varen. En mijn normale speedboot gaat ongeveer net zo, misschien iets sneller. Het wordt echt een close battle. Maar ik heb nog een andere gave aankondiging. Het heeft ook wel iets met boten te maken. De burnbootbouwer van YouTube. Ga namelijk de komende tijd samenwerken met een super vette opleiding van de Technische Universiteit in Delft. Wayo, dat is vet. Kijk eens, we zijn er. De TU Delft. Ja, ik ben uitgenodigd bij de TU voor een rondleiding bij de opleiding Maritieme Techniek. De studie over alles wat drijft op het water. Dus dat is nog wat voor mij, joh. Natuurlijk alles wat met boten en schepen te maken heeft. Maar bijvoorbeeld ook drijvende windmolenparken, zonnepanelen en havens op zee. Een zeer waardevolle studie, want in de toekomst zullen we, bijvoorbeeld voor energie en voedsel, steeds meer afhankelijk zijn van constructies op het water en boten die deze installeren. Ik heb me een partijtje de ogen uitgekeken tijdens die rondleiding. We bezochten de mega sleeptank, waar ze dus modelschepen kunnen testen. En als het ware de zee kunnen simuleren. Ik mocht ook een kijkje nemen bij de stromingstunnel. En in de werkplaats en bij het lab waar ze ook met robotica werken. En letterlijk boten uit het raam naar buiten in het water kunnen droppen. Ja, dat is toch mooi? Maar dit was al helemaal knetterziek. Een vingerboot. Het concept van een foilingsysteem kent. Kijk, het is gewoon een waterstofboot. Heel ziek. Helemaal zelf gemaakt door hun binnen een jaar. Helemaal van carbon. Kijk eens, dit is ook gewoon de uitlaat. Hier komt gewoon waterstof, of nee? Waterstof. Waterdamp komt hieruit. Ja, dat is net wat anders dan de bouwboot. Ja, ik vertelde die studenten natuurlijk ook over mijn eigen beunbouwschip. En dat was wel grappig. Dan zit je direct als botenbouwers onder elkaar meer op één lijn. We hebben nou ook het idee om samen met studenten van de maritieme techniek de bouwboot te gaan verbeteren. En dan wordt er een model bouwboot gemaakt die dan in de sleeptank getest kan worden. Ja, dat wordt wel echt gaaf.
Ik zou me in ieder geval denk ik echt wel thuis voelen bij deze technische opleiding. En als jij dat nou wil ontdekken of dat ook iets voor jou is, dan zou ik zeker 17 of 18 oktober na de open dag gaan van de opleiding Maritieme Techniek. Via de link in de beschrijving vind je alle info over de studie en de open dagen. Wow. Yo. Helemaal uitgeschuurd. Met de kussens uit de weg. En alles grondig gecleaned. En met de hele boel afgeplakt. Zijn we er dan toch klaar voor? Oké. Is dit nog goede grondverf? Oké. Als ik dit nou eruit haal. Kijk, hier is nog prima. Een grondverfje inkoming. Oeh, ja. Als je het over satisfying hebt. Het voelt goed om weer meters te maken aan dit ding. Kijk, dit hout hier ga ik ook in één keer gronden nou. En daar zo'n natuurkie. Ja, en natuurlijk ook de onderkant meepakken. We pakken alles mee. Productief. Oeh. Tijd voor het rolletje. Oh ja, oh, dit zijn de meters. Ja, het grondlaagje zit er mooi op. Ik zit natuurlijk weer helemaal onder. Maar het zit ook mooi op het hout. Teach Games is er weer blij mee. Dit is dus pas de grondlaag. Er komt nog een heel mooi lakje overheen. Ik wilde in ieder geval even direct doorpakken met het sausen. Ik wil hier natuurlijk binnenkort het dashboard gaan creëren. Want het kan eigenlijk echt niet hoe het er nu bij ligt. Het meest knutselachtige gedeelte van de boot. Maar van de ene kant is dat juist ook wel funny. Want het ziet er zo uit. Maar we varen wel gewoon bijna 60 km per uur met dit ding. Maar no worries, dit wordt hartstikke mooi en ik kan jullie alvast wel iets laten zien wat ik voor het dashboard heb binnengekregen. Oh jee. Ja. Oh, het snelheidsklokje van de bouwboot. Ja, het gaat tot 110 km per uur, dus als we er ooit nog een zwaardere motor achter leggen, dan zitten we goed. Maar je ziet daar de knopen en ook volgens mij de urenteller van hoeveel varenuren je maakt met dat ding. Ook wel lachen. Stel je voor joh, dat je hier zo lekker zit te sturen en de snelheid die je zo kan aflezen. Oh. Ja, er moet eerst nog het een en ander gebeuren, Tie. Wat een beetje verf kan doen, hè? Wat? Dit ziet er al 10 keer beter uit. En nu is het hout tenminste ook beschermd. Ook wel fijn. De volgende morgen knalde ik direct door met het volgende hout. Het windscherm waar ik nog steeds zo blij mee ben. Het maakt echt de look van de boot. Maar ja, die kan ook zeker nog wat kwastliefde gebruiken, want anders moet ik hem straks opnieuw maken. Ja, liever niet. Oei, yo. Dat is weer even een leegte in één keer, zeg. Dan merk je wel hoe top die ramen zijn. Lekker een uurtje schuren. Altijd leuk. De boel ook weer heel goed ontstoffen en schoonmaken. Heel belangrijk. En vervolgens kunnen we plamuren. Ramen afplakken. Alle ramen afkitten. Weer wat schuren, weer afnemen en dan kan de grondlaag erop. Ja, daarna kan weer alles licht opgeschuurd, weer afgenomen en dan kan de lak erop en dan zijn de ramen klaar. Klein beetje werk maar, dat schilderen. Let's go! Ik heb hulp gekregen.
Dan werd het tijd. Ja. Kom je even een gezellig bootje helpen, net zoals in the good old days. Jazeker. Nou, we hebben een paar jaar geleden best wel veel gewerkt aan die boot samen. Hè? De kust is gemaakt. Ik heb ook gewoon geholpen met alle houtjes erin zagen. De bekleding aan de binnenkant hebben we. Oh ja, de bekleding in de binnencabine. Echt wel veel gedaan hoor. Alleen polyester niet. Ja, precies. De stomme klusjes laat je aan mij ook. Nou, de bekleding aan de binnenkant was ook niet echt leuk hoor. Dat was in ieder geval ook wel heel erg mooi geworden toen. De moeite waard. Dat was bijna een hele dag werk. Maar alle windschermramen zijn ready voor de kit. En ready voor de grondverf. Yes! Ah. Hey. Zullen we eens wat in? Let's go kitten! Oh, lekker! Eerlijk, ik kit veel beter dan... Zo, natte vingertje erin. Lekker hoor. Gezellig samen kitten. Romantisch dit, joh. Ja, wij zijn zo romantisch. En dat was hem al. Goedemorgen. Het is weer een prachtige zonnige dag. Ik heb geluk, het is top schilderweer deze week. Dat is niet altijd het geval in mid-september. Maar moeten jullie eens kijken wat een postbezorger is komen brengen. Yo! Kersverse bouwboot goodies. Oh shit. Unboxing. Oh. Oh. Wow. Holy shit. Wow. Dit is top. Kijk het glimmen, een zwemtrapje, goed. Maar we hebben nog meer. Het is net Sinterklaas dit. Oh, yes. Mooi. 53 liter benzinetank. Oh man. En er hoort nog iets bij. De benzinemeter, die we ook in het dashboard in kunnen bouwen. En volgens mij hier ergens op aan kunnen sluiten. Ik dacht even dat er al wat in zat. Dit is wat een bouwboot zeker nog kan gebruiken. Mooi spul. Deze meneer kon dan dacht ik een beetje hier zo. Oh. Oh. Yes. Dit is nice. Dan kan je zo lekker het water in klauteren of eruit. Komt precies diep genoeg hier zo onder de boot terecht. En dan klapte hem zo weer in. Nu wordt het echt een plezierjacht, hè? Oei, oei, oei. En gaan we weer. Raampjes in de grondverf. Het schilderen zelf is altijd het leukst. Ja, later gaan we die mooie goodies nog installeren. Maar daarvoor moeten er eerst nog wel wat importante dingen gebeuren. Waaronder het windscherm schilderen. En ook ten deze. Eerst in het grondverfje. Uiteraard, we doen alles professioneel tegenwoordig. En alle ramen zitten in de grond. Dit is fijn. Oeh. Het is nog nat, maar alle kozijntjes zitten in de grond. Feels good, maar we gaan direct door. Ik wil namelijk ook vandaag het complete bootinterieur gaan lakken. Die hebben we 2 jaar geleden of zo al ondergesausd, maar dus ook pas alleen met de grondlaag. Ja, maar ook hier moet natuurlijk nog het een en ander gebeuren aan voorwerk. Uiteraard flink wat schuurwerk. Nog veel meer schoonmaakwerk. Ook weer het een en ander afplakken. En de elektrapanelen even losmaken. Ik wil al het schilderwerk in die boot nou gewoon gefixt hebben, zodat we hem erin kunnen leggen. Het nieuwe vloertje. Oh. Ja, dit wordt lijp. Dit is het lakkie die al 2 jaar klaar staat voor dit moment. Een zeer degelijk lakkie die lang goed en mooi zal blijven. Zo is die ons verkocht in ieder geval.
Hij was niet goedkoop. Okay, here we go again. Oh, dit wordt vers. Mooi wit weer. Eerst weer overal met het kwastje. Oh, oh, oh. Nee. Op de speaker, you kidding me? No. Hey, goed begin. Dat krijg ik nog wel uit. Met terpentine of zo. Hoop ik. We pakken ook hier beneden mee, in de storage ruimte. Oh, wat een verschil, joh. Lekker. Dit had het bootinterieur echt nog nodig. En ook de verstopte hoekjes pakte ik mee, hoor. Mijn rug. Oh. Kijk waar ik sta ook. Maar ja, we pakken alles mee. Zo, we done. Moet denk ik nog wel een tweede laagje overheen. Maar voor vandaag is de bomen goed geweest. Ik ben echt kapot. De hele week dag in dag uit aan het gas geven in deze video. Elke avond tot laat door editen. Hey, bouwboot video live. Ja, we zijn productief, dat is mooi. En wat een verschil hier. Oh. Hey, goeie smurks. Ik heb alle ramen weer lichtelijk opgeschuurd, schoongemaakt. En ze zijn ready. Voor de eindlak. Yes. Anthraciet, zwart-grijs lakkie. Zelfde kleur die we hier ook op de kozijnen van het huis hebben gesmeerd. Komt-ie. Oh, oh, oh. Oei, 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 dit wordt mooi. Ik ben wel eens even benieuwd hoe lang dit duurt. Rol de timer. En stop de tijd. Ja, dat gaat aardig wat tijd in weg, hè. Het ziet er heel strak uit. Ik ben zo benieuwd hoe dit straks op de boot uit gaat zien. Oh shit, ik ben wat vergeten hier, zie ik. Nee. Ja, dat hou je altijd. Nog een tweede laag lak over het interieur. En ook over de ramen. Lekker weer wat uurtjes werk. Met resultaat wel gelukkig. En dan kan het afvlaktape er wel vanaf. Een klus op zich blijkbaar. Ik heb best lang staan pielen. Had ik toch maar voor de duurdere tape moeten gaan. Maar ja. De volgende dag moest ik creatief zijn. Zo, hey, top. Ja, er komen vandaag best wel wat buitjes aan en ik moet nog een paar laatste dingen schilderen. Dus ik heb even een overkapping gefixt. En dit gaat de truc wel doen volgens mij. Soms moet je een beetje roeien met de riemen die je hebt, hè. Dit is de kleur ducttape grijs. Het laatste verfwerk, let's go! Oh, zie je al dit? Oh, oh, oh. Gefixt. Met het dashboardgedeelte mooi in het lakkie, was het nieuwe hout achterin de boot ook nog aan de beurt. No. Oh my god, het hele zeil vloog er vanaf en het regent al. Net op tijd. Ik ga nu flink te keer met de regen. Lekker zo doorschilderen terwijl de regendruppels op het zeil vallen. Rustgevend. En het voelt productief. Zo, dat was hem. Dat was gewoon al het schilderwerk. Wow, joh. Oh, 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 mooi. Oei, 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 oei. Oei, joh. Het is ziek strak geworden. Nice!
zie. Deze is de raampie. Yes! Zo! Oh, dit is ziek. Wat? Het ziet er veel dikker uit. Nog meer als een echte, fatsoenlijke boot. Komt ie. Boem, boem, boem. Oh shit man. Dit ziet er ziek uit. Heel, heel erg clean. Wat? Elektra ook weer mooi op een plekje. Gashendeltje ook. Ach nee joh. Bro, wat is dit? Die kit was onverschilderbaar, stond erop. Nou ja, komt wel goed. Ik fix het wel. Kussentjes. Oh. Zo, dat lijkt er weer meer op. Oh. Het bootinterieur is getransformeerd. Oh. Heel ziek. Oh my god. Oh. En het bootinterieur wordt nu zeiknat. 20 minuten later. Jullie weten hoe laat het nu is, hè? Komt u maar. Au. Hoog tijd voor het zwemtrappie en de benzine tank. Oké, ik had even carnavalsnummer in mijn hoofd. Maar voor de benzine tank had ik het volgende idee. Moet het veel te kleine benzine tankje even uit de weg? En dan zou die hier perfect moeten passen. Oeh la la. Ja ja. Pies precies. En dan heb ik ook nog dit ding. Tank doppie. Oh. Oh. Daar kan dan uiteindelijk deze dikke vette slang op. Als het goed is. Ja. En dan kunnen we dit ding inbouwen. Achter op zijn boord. Oh. Maar voordat we dit mooie spul kunnen inbouwen, moet beter eerst ons nieuwe vloertje in die boot liggen. Let's do this. Oh, 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 oh. Hier heb ik mijn hele tijd op vreugd. Gefixt! Yes! Ik weet niet of dit super verstandig is, maar we gaan het toch proberen. Wow! Yes! Boom! We hebben een zwemtrapje op de bouwboot. Oh shit. Na jaren van bouwen zijn we nu dan echt een aardig eind. En dan is het realiseren van een bizar idee gewoon gelukt. Wat een vooruitgang weer deze video. Mooi. De volgende keer dashboard bouwen met alle klokken. Dat wordt heel ziek. Benzinetank installeren. Die mooie vloer erin leggen. En dan is de bouwboot gewoon bijna af. Nooit gedacht dat ik dat nog ooit ging zeggen. Wow. Bedankt voor het kijken, luidjes. Abonneren. Vergeet ook niet de opleiding Maritieme Techniek te checken van de TU Delft via de link in de beschrijving. Doei doei.